mensen, Thijs hier. We zijn hier vandaag weer met Mark Brandwijk. Leuk dat je er weer bij wil zijn vandaag. En vandaag gaan we het hebben over de FP-30. Een van mijn persoonlijk favorieten. En je zal zo meteen ook wel begrijpen waarom. Een instappiano, het is een portable piano. Het grote voordeel denk ik wel aan de FP-30 is dat deze, dus zoals die nu hier staat, dus uit te bouwen is naar een volledig meubel. En volgens mij toch ook wel een volledig volwaardige piano. Want wat we net hoorden... Ja, zeker. Ja, absoluut. Ik kreeg spontaan dorst van. Ja. Laat ons drinken en feest vieren. Absoluut, ja. Zeker. Ja. Want een aantal mooie pianoklanken erin natuurlijk. Ik ben geen pianist, dus ja, ik vind het al gauw iets fijn spelen. Wat is jouw mening daarover? Ja, het is een, zeker voor een instappiano speelt het erg fijn. Ik denk dat je de basis van het pianospelen zeker onder de knie kan krijgen. Dus nee, zeker. Ja, daar hebben ze bij Roland gelukkig wel heel veel aandacht in gestoken. Inderdaad, een goed klavier dat inderdaad speelt als een echte piano. Mooie, diepe, rijke klank, ook al is het maar een instap portable piano. Hij klinkt heel mooi groot en ruim en diep. Uit te bouwen naar een volledig pedaal, een volledig meubel met pedalenbalk. Dat is wel een upgrade van wat we met de FP10 natuurlijk hebben gezien, waar dat niet mogelijk is. En voor mij altijd een groot voordeel is de extra knoppen om extra aanpassingen aan de piano toe te voegen. Ritmes aan te zetten of andere instrumenten te kiezen, waar we zo meteen nog op komen. Vanaf FP10 moet je toets indrukken, hier heb je gewoon een knop, piano, elektrisch piano, waar je tussendoor kan scrollen. En je kunt ook allerlei dingen instellen over de pianoklank, de toonhoogte, de manier waarop de toets aangeslagen wordt eigenlijk. Is het heel zacht, heel onvloers of juist heel duidelijk, heel scherp. Dat maakt ook dat je hier allerlei verschillende situaties na kan bootsen. Dus dat is juist voor de studie, zeg maar, soms ook heel erg handig. Heel erg veelzijdig eigenlijk inderdaad. Elke kant mee op kunnen. We hebben, een beetje, hoe je het noemt, fok. Zou je misschien iets klassieks kunnen laten horen voor ons? Een heel korte impressie of zo? Ja, op zich kan dat wel, denk ik, ja. Ja, nou, sowieso, inderdaad hoort echt wel een volwaardige piano. Ik had het net al eventjes over de verschillende klanken gehad en de opties die we gelijk op de piano kunnen bedienen. Het leuke wat ik voornamelijk heel erg leuk vind, deze piano is ook te bedienen met de Pianopartner 2 app van Roland. Ik heb hier bijvoorbeeld ook gelijk, ritmes die ik met begeleiding of zonder begeleiding kan. Van big bands naar slow naar, noem het maar op. Ik heb songs die ik af kan laten spelen. Ik heb flashcards om te oefenen voor het leren. Ik kan mezelf opnemen. Ik kan een dagboek bijhouden van hoeveel ik oefen. En, mijn persoonlijke favoriet, die klanken. Ik heb hier een optie waarin ik master volume, ambiance, brilliance, de stemming van de piano kan aanpassen. En dus welk instrument horen. Dus we zitten nu op een piano. En nu ga ik mijn collega heel erg in de weg zitten en terwijl hij speelt, ga ik wat dingetjes laten horen en kijken of hij wat in kan vullen. een bas erbij. Dus wil je piano met de bas? Ja, ik heb de fingered bass. Oh, die zit erbij. Ja, dus nu spelen we dus een basgitaar onder onze piano in een dual-functie. Hier moet je zelf even induiken, want dit kan dus echt alles op die piano. Ik vind het dus persoonlijk heel prettig. Ik hou vaak dus inderdaad van, wat je net hoorde, de piano met de strijkers eronder vind ik prachtig. Balans kun je dan ook aanpassen. En dit maakt hem echt ook een werkpaardje voor songwriters. Je had ze bijna allemaal goed. Ja, dan moet ik nog eventjes, ik vind het knap. Ik doe het niet na, zeker niet. Voornamelijk omdat ik dacht dat ik één liedje op de piano kan spelen. FP30 dus wel echt een bijzondere piano voor slechts een instappiano. Wil je nu meer informatie over de FP30? Kijk vooral even op onze website. Wil je op de hoogte blijven van demo's die Mark en ik, of ik en anderen, en andere instrumenten maken? Like ons op Facebook, volg ons op Instagram en heel belangrijk, abonneer eventjes op ons YouTube kanaal. Wij spelen nog een deuntje en dan zeg ik alvast tot de volgende keer.